Parlament stemt in met naturalisatie 268 personen. De Nationale Assemblée heeft ingestemd met de naturalisatie van in totaal 268 personen tot Surinamer. Op dinsdag 3 maart werden met algemene 29 stemmen om 26 stemmen twee ontwerpwetten houdende verlenging van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan respectievelijk 98 om 138 personen aangenomen. Grace Watamaleo, voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, verduidelijkte dat de naturalisatie geschiedt in gevolge artikel 8 van de wet Nationaliteit en Ingezetenenschap. Er worden direct 236 volwassen personen genaturaliseerd en daarnaast 32 minderjarige kinderen mede genaturaliseerd. Het recht om mede genaturaliseerd te worden wordt ontleend aan artikel 10 van de eerder genoemde wet. Bij elkaar worden dus 268 personen genaturaliseerd. Hiervan hebben 6 hun eigen onderneming, 153 verrichten verschillende werkzaamheden, 77 hebben geen beroep. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.